ben Laura Doornbos. Ik ben een van de twee beheerders hier bij Vogelasiel de Paddenstoel. En ik ga jullie een rondleiding geven. Oké. Okay. Kom maar mee. Mag me alles vasthouden hoor. Dit zijn onze lagerverblijven. Momenteel is het heel rustig bij ons in de paddenstoel. Het is stilte voor de storm. Ons hoogseizoen is in het zomerseizoen, als de jonge vogels komen. En deze verblijven gebruiken we over het algemeen voor watervogels. Bijvoorbeeld met problemen in de pootjes, dat ze zich niet kunnen overbelasten. Dat ze hier de rust krijgen. Er gaat een doek overheen. En dan worden ze hier geplaatst okay. voor revalidatie. Ons grootste verblijf. En dit verblijf gebruiken we in de zomermaanden voornamelijk voor de kraaiachtigen. Dus alle kraaien, koutjes, eksters, Vlaamse gaaien komen allemaal in dit verblijf. We hebben het over het algemeen over jonge dieren en een paar oude dieren. We voeden ze met de hand op, dan komen ze hier terecht op het moment dat ze een beetje interesse krijgen voor eten. En dan zie je dat de oudere dieren vaak de jonge dieren opvoeden, dat ze voor zichzelf leren zorgen en dat ze het natuurlijk wild gedrag ook kopiëren van de ouderen. En daarom hebben we zo'n grote ruimte, zodat ze echt als een groep weer kunnen gaan functioneren met elkaar. Okay. Momenteel zitten hier een zootje kipjes en die kipjes die gaan straks naar de buitenfolière, want die willen gescheiden houden van onze zieke dieren. Voor ons ook een niet onbelangrijke foyer. Dit is namelijk de enige fijngaasfoyer die we hebben. Je kunt je misschien voorstellen dat foyervogeltjes of tuinvogeltjes kleiner dan een mereltje door deze gaten heen kunnen komen. Dat is de reden dat we ze hierin plaatsen. Fijngaas. Deze foyer noemen we dan ook de tuinfoyer. En het slaat eigenlijk op het feit dat alles wat je in de tuin tegenkomt thuis, kun je hier ook tegenkomen. Tortelduifjes. Er zit een mereltje. Ja, dan kan je beter misschien naar de schaaltje geven. Wat ga je doen? Dat is Frida. Frida werkt al 10 jaar bij ons. Ja. Dus die hoort een beetje bij de inboedel. En bij het tam maken van sommige beesten. En dit is haar... Haar passie is de niet-inheemse diersoorten. Wat zijn dat voor lekkernijen daar? Gedroogde meelwormen. Hallo Bella, je hoeft niet alles op te eten. Gretig. Ja? Volgens mij kunnen wij dat ook eten, meelwormen. Maar het is niet echt dat ik denk van joepie. Ik ga de rest maar van mijn schotel eten. Niet normaal, want... Bij hem moet je heel rustig zijn met je hand. Ja. We gaan verder die kant op. Oké. Okay. Volgende foyer. Dat is bij ons hok 7. Daarin zit een postduif. De postduif heeft een open krop gehad. De krop hebben we gehecht. En dan moet je automatisch daarna ook met een antibiotica aan het werk om te voorkomen dat er door ontstekingen door gaan zetten en zo. Dus ben je eigenlijk nou ook een soort dierendokter? Nee, ik ben absoluut geen dierenarts. Daar heb je andere studie voor nodig. Maar door de ervaring in de loop der jaren kan ik wel een aantal dingetjes zelf doen. Oké. Okay. Is dat het wondje? Ja. Hok 8 momenteel leeg, gebruiken we voor hetzelfde doeleinde als hok 7.
dieren die weer gaan trainen in het vliegen, kunnen daarin. Ja, wat zit hier? Dat is een verzand. En het beestje heeft een probleem met lopen. De spieren zijn onderontwikkeld. En waarschijnlijk is het een gebrek aan een calcium. We zijn hem aan het behandelen met een vitaminepreparaat. We hebben hem ontwormd. Het is eigenlijk een beetje standaard ritueel voor dieren die we hier binnenkrijgen. Wij kunnen geen inwendig onderzoek doen. Het staat altijd op het formulier, het dierformulier. Wat we er precies mee doen. Ja. Zodat het voor al onze vrijwilligers die hier werken ook duidelijk is. Wat gebeurt er met dit dier? Waarom zit dit dier hier? En we kunnen zien hoe lang zit het dier hier al. Dat is ook vaak van belang om te weten hoe lang je een dier al binnen hebt zitten. Het gaat heel goed met haar. We kunnen het al zien aan de bewegingen van de benen. Dat het niet is zoals het hoort. Maar ze kwam binnen en ze kon niets. Ze zit nu op stok. Ze loopt. Dus er zit wel degelijk progressie in. Gaan we het omdraaien. Komen we bij de zwaan. Dit is hok 5. Dit is het verblijf waar we zeevogels, watervogels in houden. Momenteel zit er een zwaan in. Grote vogels kunnen we hier vrij goed in houden voor een aantal dagen. Maximaal een week of 3-4 eigenlijk. Het probleem met deze zwaan is dat hij een wond op zijn schouder heeft bij de aanzet van zijn rechtervleugel. En die wond is gaan ontsteken. Daar zit een onderhuidsontsteking. Hij zit op de antibiotica, hij krijgt een pijnstiller. En het gaat wel goed met hem, maar hij is nog niet zo lang binnen. En de ontsteking is nog vrij heftig. Dus die heeft nog wel eventjes te gaan voordat hij zijn kuur afgerond heeft. Ja, we kunnen weer. Ja, zijn we weer. We gaan naar de IC. Dit is onze intensive care ruimte. Wat hebben we hier zitten? IC, intensive care, zegt het al. Dieren die meerdere malen per dag behandeld worden met medicatie, vangen we hier op. En daarnaast hebben we hier de egelopvang zitten momenteel. Egels is ook een onderdeel van ons, omdat we wildopvang zijn. Rode kaart betekent bij ons schurft. Nou, het is wel duidelijk, 90% van de egels die binnenkomen heeft schurft. Dat is iets waar ze in de natuur ook mee te kampen krijgen. Maar hier binnen wordt het absoluut behandeld. En geven we aan met een rode kaart. We hebben hier nog een paar lage bakken. Die bakken kunnen ook altijd gebruikt worden voor watervogels. En momenteel leeft hier een schildpadje. We nemen de schildpadjes voor dierenasiel in de opvang op. Maar het dierenasiel is en blijft verantwoordelijk voor die dieren. En die zorgen ook dat ze verplaatst worden naar Alfa aan de Rijn. Naar de grote schildpaddenopvang. Alleen meestal, omdat het best een rit is, zorgen we ervoor dat we er een paar hebben dat ze in één keer met z'n allen daarheen kunnen. Dus dat drukt de kosten. Zijn schild is stuk. Ja. Dit soort verwondingen bij schildpadden zie je heel vaak als ze geraakt zijn door bijvoorbeeld een schroef van een boot. Ja. Je weet nooit zeker wat er gebeurd is, maar heel vaak is dat het geval. Ja. Als ze van buiten komen, wat in dit geval zo is. Deze is in de natuur gevonden, dus waarschijnlijk is het dan een boot geweest. Dit kun je ook tegenkomen bij schildpadden die in een verkeerde ruimte geplaatst worden, waar ze uitvallen. En dan kunnen ze ook het schild kapot krijgen. Maar de schilfer die kapot is, zit in het schild gedrukt. Au. Dus dat geeft voor mij wel aan dat hij echt door een harde klap naar binnen geslagen is. Overdag. Zit zij in bad, krijgt ze daar de voeding, krijgt ze de water, maar 's avonds zit ze droog. Ah, ja. Het is namelijk niet wat veel mensen denken een waterschildpad, dat zijn namelijk de zeeschildpadden. Het is een moerasschildpad. Een moerasschildpad leeft ook veel op het droge. Ja. Even eentje kijken die niet zo heel erg
schurftig is. Nou, brommerig is. Brommerig? Ja, ze kunnen wel naar zijn hoor. Nou ja, er staat op het briefje egelblauw-groen. Wij hebben een identificatie nodig om die beestjes uit elkaar te houden. Dit is dus blauw-groen. En dat merken we zo op de stekeltjes. Nou, je bent tam, rustig. Was je aan het slapen? Ja, we maken hem wakker. Ja. De eerste opdracht die je krijgt als je hier komt werken als vrijwilliger, zorg altijd dat je hokjes echt afgesloten zijn als je mee klaar bent. Ja. We hebben nog een torteltje zitten. Die heeft een auto van de straat geprobeerd te koppen. Dat is niet slim, tortel. Daar is hij ook achter gekomen. Hij heeft een neurologisch probleem. Dus kan herstellen. Het kan ook met een week niet herstellen. Is er geen progressie. Worden ze ingeslapen. Netjes. Wordt ook bij. We gaan verder. Oh ja, die extra. Wat zag ik hier? We hebben hier een extra gebracht. Ja, die is geuitresseerd. Hij had een oogprobleem wat dusdanig groot was dat het niet meer kon herstellen. Blijvend letsel en dan... Maakt de dierenarts uiteindelijk de keuze en de dierenarts heeft de keuze gemaakt om in te laten slapen. Oké. Ja. Ja. We gaan naar onze exotenafdeling en behandelkamer. Het is onze behandelkamer. Aan deze tafel staan twee stoelen naast, behandelen we de dieren. Als er een dier binnenkomt, wordt er eerst gekeken, er wordt een diagnose gesteld. Wat mankeert dat diertje? Zie ik verwondingen? Zie ik problemen bij de pootjes, bij de vleugeltjes, bij de snavel, de ogen? Dat soort dingen worden allemaal hier gecheckt. En op het moment dat je weet wat voor dier mankeert, kun je de juiste plaats voor het dier bedenken. Kun je de juiste medicatie instellen. En dat is dus eigenlijk wat hier gebeurt. Dit is de allereerste ruimte die ze binnenkomen. Medicatie is hier. En de mogelijkheid tot behandelen. Dit zijn bijvoorbeeld de dingen die vandaag nog gegeven moeten worden voor een tweede keer. Die staan hier klaar. Ja. Oké. Nou, gaan we naar de exoten. Ruik door, sluit door. Dan zien wij hier Rio. Rio is een logeetje. En die zal snel weer naar huis gaan. Tijdelijk in pensioen. Deze zijn de interessante. Het vallenpakketje is een afstandsdier. Dat betekent dat de eigenaar er afstand van gedaan heeft en dat wij het diertje mogen gaan herplaatsen bij iemand. Waar afstand van gedaan, die wilden ze niet meer? Nee, nee. De persoon die er afstand van gedaan heeft, heeft een groep van die dieren en dit dier past niet meer binnen de groep. Er ontstond oneenigheid en om te voorkomen dat er uiteindelijk een bloedbad van terecht kwam, heeft hij er afstand van gedaan. Ja. Okay. Dus dat is voor ons goede achtergrondinformatie voor het herplaatsen van zo'n dier. Hij moet dus niet in een groep met soortgenoten. Met één soortgenoot kan, maar het moet er niet te veel worden. Okay. Want dan kan deze dus niet handelen. Zo, krabbel. Beetje showen, hè? Ja. Nou, Jan, hadden we nog meer dingen? Ja, nee, dat was het. Ja, vorige keer vroeg ik nog om de samenwerking met de dierenambulance. Ja,
Nou, dat gaat heel erg goed. Samenwerking tussen dierenambulances, zoals ik al noemde ook, werken we heel goed samen met Ecomare bijvoorbeeld. Ecomare is heel goed in het uitzetten en in het wassen van olieslachtoffers. Dus dat stukje professionaliteit stoten we af naar Ecomare toe. We werken heel goed samen met het Schutthof, het dierenasiel. En dat is, wij vangen een aantal diertjes voor ze op. Daar kunnen we zelfs een declaratie voor inleveren bij ze. Dus daar krijgen we nog een stukje onkostenvergoeding voor. De samenwerking met de dierenambulance gaat geweldig. We zijn altijd bereikbaar voor ze en ze kunnen ons altijd bellen in nood. Daarnaast zijn ze heel goed bij ons voor het vervoeren van de dieren. Zorgen dat de gewonde dieren van de A naar ons toe komen en dat wij ze kunnen behandelen. Dus ja, wij zijn heel blij met alle samenwerkingen. Ook de samenwerking met dierenartspraktijken gaat heel erg goed. Dus daar zijn we echt, we proberen een beetje met iedereen goed op een goede manier samen te werken. En dat lukt vooralsnog.